De eerste kwartfinale partij tegen LK Zug uit Zwitserland wordt op zaterdag eenvoudig door Quintus gewonnen met 35-12. Gisteren is dan wedstrijd nummer 2 in Quintushul. En dan verwacht je dat Quintus het ook wel weer makkelijk zal krijgen, maar niets is minder waar. Want Zug bestaat uit professionele handbaldames. En Quintus, de Westlandse dames, dat zijn gewoon amateurs. En tel erbij op dat die Zwitserse dames stug zijn, verdedigen hard. Daar staat tegenover dat Quintus het tempo hoog wil houden en hier scoort via Cynthia Grift. Twee dames vallen op in de selectie vandaag bij Quintus. Suzanne Bakker bijvoorbeeld speelt met een gebroken neus. En wat dacht je van Doreen van Wisse, speciaal voor dit Europese toernooi, teruggekomen van haar entree en van waarde. Deze vrouw was echt van waarde. Tessa van Zijl, ze scoort 8 keer in deze wedstrijd tegen LK Zug in de Europa Cup. Uiteindelijk weten de Westlandse dames deze wedstrijd te winnen met 34-29 en schrijft Quintus historie. Namelijk voor de eerste keer in het bestaan staat de club in de halve finale van de Europa Cup.